In de rij van bekende Nederlanders wordt vanavond Rijk de Gooier het hemd van zijn lijf gevraagd. Rijk de Gooier, de naam zegt het al, is een conglomeraat van talenten die allemaal ergens heen wijzen, behalve dezelfde kant op. Zo werd hij de meest gevraagde filmacteur van Nederland. Hij speelde in ettelijke toneelstukken en het grote publiek kent hem nog als die vervelende man die Johnny er altijd in liet lopen. Hij schrijft samen met Ilke de Jong een verdienstelijke vervolgroman in de Haagse Post. Maar dat pianospelen is nooit wat geworden. Dat hij uit Utrecht komt behoeft geen betoog. Dat weten ze zelfs in Frankrijk. Dat hij echter in zijn privéleven zo buitengewoon beminnelijk is, dat weten maar weinig mensen. Dames en heren, het fenomeen Rijk de Gooier. Dank u wel. Dank u. Dank u. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom namens het ROS. Ik weet wat vanavond gaat gebeuren. Ik denk u ook. U gaat mij vragen stellen. Ik zeg op alles nee, natuurlijk. Dat begrijpt u wel. Ik zou zeggen de eerste vraag maar. Hè. Wie? Heeft u altijd al artiest willen worden? En hoe bent u begonnen? Ja, ik heb het altijd willen worden. Dat is heel gek. En nu krijgen we dat gereformeerde, die geeft meer de opvoeding. Wij mochten geen artiest worden. Artiest, een acteur. Ik wou naar de toneelschool, mocht niet. Want in de huid kruipen van een ander is des duivels. Dus ik mocht van mijn vader alles worden. Ik mocht gaan studeren. Heb ik ook nog even een tijdje gedaan. Indisch recht heb ik gestudeerd. De boeken liggen in de oude gracht. Maar, pardon, neem ik maar. Ik mocht geen acteur worden. En dat vond ik heel jammer. Maar ik heb daarin berust. Maar dat hield dus niet. Ik was ook bij de padvinderij, bij de Zevenkenners. En daar speelde ik al een beetje toneel. Onder leiding van Johan Bodegraven, die later bij de NCW is gegaan. Dat was mijn schipper. En ik speelde al mee in de revues van de padvinderij. He, in de Schouwburg hier in Utrecht. En toen ik op school was, maakte ik mijn eigen schoolrevue. En ik herinner me goed dat ik alle rollen speelde met de stem van Willy Walden. Met zo'n zo'n neusstemmetje. Want die bewonder ik toen groot. He. En Toon Hermans bewonder ik zeer. En dan had ik een vriend. En die heette Evert Vastenburg. Die zat bij mij op school. En het nadeel was in de oorlog dat je ook wel eens een NSB-leraar op school had. Die was lid van de NSB. En daar moest je mee oppassen. Want als je daar iets tegen zei, dan ging je van school af. Dan kwam je echt niet meer op je school. En vlak voor de première van mijn nieuwe revue. Ik had een hele revue geschreven, geregisseerd. En ik speelde dus uiteraard de hoofdrol natuurlijk. En Evert was mijn aangever, hè. Zoals wat ik vroeger bij Johnny Kraken was, dat was Evert nu toen in bij mij, in 1944. En een week voor de première zegt Evert tegen die meneer Kuiper, dat was onze NSB-leraar. Ja, vieze NSB'er, zo, dan biedt het op. Nou, dat kon natuurlijk niet, hè. Dus Evert werd van school afgestuurd. Maar daar zat ik. Ik zat zonder mijn aangever. Hij speelde ook nog verdienstelijk piano. Dus ik ga naar de directeur, meneer De Graaf. Ik zeg, meneer De Graaf, ik ben u mee gedupeerd. Want die revue die drijft ook voor een heel groot gedeelte op Evert Vastenburg. Zei hij, ja, sorry Rijk, ik kan hier niks aan doen. Kuiper heeft hem weggestuurd, ik kan hem niet terughalen, zo vervelend ik het vind. Wij krijgen er last mee en Kuiper, ja, het is oorlog. Dus, maar Evert, dat was zo'n waanzinnige optimist. Ja joh, niks aan de hand, ik doe gewoon mee. Ik zei, nee, dat kan niet, want Kuiper komt in die Schouwburgzaal en dan krijg je een enorme stampij, dan komt de politie bij, dat kunnen we niet doen. Ik zei, nee jong, ik heb iets fantastisch bedacht. Jij zegt tegen de directeur dat je een neefje hebt, die heet Van Epscheuten, hè? Die woont in Den Haag. En die kent toevallig die rollen allemaal uit zijn hoofd. En die speelt ook heel leuk piano. En die valt voor mij in. Ik zeg, ja, maar die heb ik niet, die neef. Zegt hij, nee, dat ben ik. Ik zeg, Evert, ik vermom mij. Ik zet een pruik op, ik doe een bril op en een snor. En dan kom ik binnen en dan ben ik de neef uit Den Haag die de voorstelling redt. Goed. Ik had daar weinig vertrouwen in, maar ja, je weet het nooit, het kan lukken. Dus het was zaterdagmiddag, was die uitvoering in de Schouwburg, in Utrecht. En ik ga met Evert, ga ik dus naar de grimeur 's ochtends. Kostte nog 25 gulden die man, ik heb het zelf moeten betalen al. Was een heel bedrag in die tijd. En Evert, een pruik, zei die man, nee, moet u niet doen, ik laat uw haar verven. Zwart. Nou, Evert's haar werd geverfd, die had wit haar, dat werd toen rood. Dat zag er niet uit. Hij deed een bril op en een snor. En zei hij, en? Ik zeg, Evert Vastenburg. Zei, ja, jij weet het. Zegt hij, oké, de proef op de som. Hij zegt, ik heb een tante en die woont in een Willem van Oorstraat en die woont 3 hoog. Daar bellen we aan. En moet jij eens opletten dat ze mij niet herkent.
We bellen aan, ik sta achter hem. En ik hoor die vrouw 3 trappen hoog zeggen, in het donker. Gut even het versier eruit. Hij denkt dat ik niet hoor, ze zegt ze heeft niks gemerkt. We lopen naar de Schouwburg. We komen in de kleedkamer. Ik zeg tegen de directeur, die zat daar. Ik zeg, meneer de Graaf, mag ik even mijn neef voorstellen? Waarop de Graaf zei, nee Evert, dat kan niet. Waarop Evert zei, hij ja, van dichtbij. Het is niet doorgegaan. Ik heb de revue alleen moeten doen. Zo half en half. En Evert, die kwam ik s'avonds toen tegen. Die zat thuis met zijn kop in een soort benzinebadje. Die kent dat, verf hier maar uit. Dat is het zo'n beetje. Bent u een kind van rijke ouders? Nee. Nee, mijn vader was niet rijk. Hij heette Rijk. Ik heette ook Rijk. Maar mijn vader was niet rijk. Maar mijn vader, die zei wel altijd, ik weet nog goed, we waren met 10 kinderen. En mijn vader en moeder bij was 12. En we hadden allemaal mogen studeren. Mijn broers mogen studeren, mijn zusjes. We mochten willen, ik ben allemaal acteur, maar ik mocht willen wat ik wou. En het is allemaal goed gelukt. Het is een fantastische vader heb ik gehad. Echt een fantastische broeder. Het is allemaal toch gelukt, hè? En die man is echt niet rijk geweest, absoluut niet. Maar 10 kinderen in die tijd, dag, die studeren, vandaag aan de dag kostte een pachtgeld. Hij heeft het toch voor elkaar gekregen. We hadden een redelijke broek aan, een paar redelijke schoenen. Ik had wel de broek van mijn broer, hè, met zo'n kerkraam erin. Hè, zo'n plus voor, hè, dan zag je zo'n kerkraam. Hè, ander goed. Dus dan ging je nooit, op school ging je naar het bord, zo. En zo zat je op het bord te schrijven natuurlijk. Hè. Je dorst niet dit te doen, dan zeg je dat kerkraam. Dat gotische raam in je broek. Had je zo'n drollenvanger, weet je wel. Ja, fantastisch. Maar we zagen er toch schoon en netjes uit. En ik heb een enige jeugd gehad. Echt fantastisch. Ja, omzien zonder wrok. Ja. U heeft met Johnny Kraaikamp ook veel op bruiloften en partijen moeten werken. En was dat leuk? Ja, Johnny kon het niet van schelen, hè. Of die... maar ik vond het altijd, je moest altijd naar de soep, hè. Of naar het voorgerecht, hè, en smakkende mensen die geen trek in je hadden. Dronken mensen vaak. Het was heel moeilijk werken. Het had het één voordeel dat je je vak daar wel leerde, hè. Je liet je door niemand in de war brengen. En Johnny was er heel goed in. Die kon dat absoluut. Als hij ze niet stil kreeg, was allemaal Johnny, was bij Johnny geen punt, hè. Johnny riep dan gewoon, hij woont, weet ik veel. Of als je iets hoorde, ja, je zus die lange stol. Dan werden ze stil. Ja, was hem geen punt. Dus John kon het wel aan. Ik had er meestal een geestelijke kater van, maar dat soort snabbelavonden. Het waren echt die snabbelavonden. Je verdiende wel veel geld, maar ik vond het nooit leuk verdiend. Ik hoef het ook gelukkig, ik hoop het nooit meer te doen. Alleen wat ik wel miste, dat zijn dus wel de tournees die we vroeger gemaakt hebben. En dat waren ook wel snabbelavonden eigenlijk. Voor het Nederlands Theaterbureau, daar stonden we met een heel groot programma in een concertgebouw. Of in Doelenzaal in Rotterdam. En daar miste ik natuurlijk wel. En dat zijn zulke aardige mensen. Dat zijn de variété-artiesten. Hè? Die zijn door die tv eigenlijk de nek omgedraaid. Want je had, en had je bijvoorbeeld Rogold. Hè? Rogold was een man. En Rogold was een man, dat was een gouden man. Die werd goud geschilderd. En die man was vroeger acrobaat geweest. En die had een soort verstuiking gehad. Die was op leeftijd. En die had dus het volgende nummer gemaakt. Die werd door zijn vrouw helemaal goud geschilderd. Dan kan je maar een uur op je lichaam, dan ga je dood, wist je dat? Anders gaat de poriën dicht. Dus die man moest weten wanneer hij optrad. Dus laten we zeggen, de conferencier was Kees de Lange of Lou Bendy. Dan ging zo'n man, en meneer Bendy, hoe laat ben ik aan de beurt? Nou, Rogold heet hij. Nou, Rogold, eens kijken. Jij bent ongeveer om 9:30 weer eraan. Dus het is nu 9:00. Hoe lang heb je nodig? Nou, 20 minuten. Nou, minstens. Oké, ga maar schilderen. Daar stonden wij in zo'n koude kelder zaten. Het waren koude kelders. Ik weet nog goed, ergens in Beverwijk zaten we. Of nee, Den Helder zaten we voor de marine. In een ijskoude kelder, 30 graden vorst. En dan stond die schat van de man. Die stond daar dan, hè, in zijn soort zwembroekje. Ijskoud, met wat badschoentjes aan, een badmuts op. En dan zat die vrouw in een emmer met goudpoeier. Dat aan te maken met zo'n grote witkwast. En die man in te schilderen. Die man heel en koud. En dan stond die man met de gletsjer. Ja, gisteren nog een zwijndrecht gebruikt. Afgebroken dus al, afgebroken. Wat een succes. Die man werd helemaal goud geschilderd. En dan ging die lopen, zeg je, over gouden voetjes. Nou, dan was hij aan de beurt. Wat was nou zijn nummer?
Zijn vrouw assisteerde hem met de grammofoon. Hij deed dus Olympische standen. Dat was het nummer. Dus, ik zal even voordoen. Die vrouw riep om door de microfoon. De spierenwerper! Je zag haar liedjes voor binnen de coulissen. De spierenwerper! En dan ging het licht aan en dan zag je. En dan sloeg het licht weer uit. De discuswerper! En dan. Nou, dan ging je maar door, hè. De hardloper. De hardloper! Maar dat was toch wel imponerend. Dat was een gouden man, hè. Dat deed hij ook nog heel vlug, de denkenbrood, hè. Dat deed hij ook nog even zo. En aan slot, deed hij dit. En dan gaf hij de Olympische zegen. Hè? En dan was het uit. En daarbij hadden ze een grammofoonplaat laten maken met Wagneriaanse muziek. Dus dat zwol aan, hè. Het was een fantastisch nummer eigenlijk, hè. Wat gebeurde nou? De ellende. Als het licht uitsloeg, ging ook de plaat uit. Die pick-up. Dus. De hardloper. Licht aan. Hey. Muziek. Hey. Uit. Hey. De speerwerp. Hey. Afgelopen ramp. Maar wij stonden in de coulissen te kijken. Dus Rogold, laat dat licht uit. Zo kan ik niet werken, dat is niet artistiek verantwoord. Niet artistiek verantwoord. Halle pierist. Nou, Ad van der Gein van een cocktailtrio zit beneden in de kelder. Die heeft dat nummer nog nooit gezien. En Rogold zat al klaar met zijn eindstand. He, met de Olympische zegen. Ad komt op. Die denkt, hé, zeker een komisch nummer. En begint... Rogold. Fantastisch. Ik herinner me nog bijvoorbeeld een duo. Ik weet niet waar ze zijn gebleven. Dat heette de Rico's. Zij heette Riek en hij heette Koos. En zij was de baas. Hè? De Rico's. En voor de pauze goochelde hij. Hè? En dan was zij zijn assistent. Dus Rie was zijn assistent. En Koos goochelde. Maar die Riek had een beetje een bloedhekel aan hem. En die ging dan... Dus daar stond Koos met die tafeltje. Van, nou, een doekje. En dan stond zij af. Maar voilà, moest zij doen. Nee, lol, je laat vallen. Maar er kon net weer strijden iemand horen. Nee, zak, dat dingetje zit daar. Voilà. Dus Koos werd alsmaar nerveus. Dat ik alles vallen. Kijk dan uit, zak, je laat alles vallen. Voilà. Dus die Koos ging dun af. Dat was afgelopen. Dat, geen applaus, niks. Zij versteerde zijn hele nummer. Maar, niks aan de hand, na de pauze kwam zij. En wat had zij nou voor een nummer? Zij had een hondjesnummer. Met van die poedeltjes, met zo'n rokje. Van die heigertjes. En dan moest Koos assisteren. Dus Koos, zij stond dan op het toneel, dames en heren. En nu, mijn hondjes. En ze dacht internationaal door te breken. My doggies, riep ze dan. In het Engels. En dan kwam Koos, die kwam met die hondjes op. En die keek er in de zaal, wordt niks. En flikker zo die honden neer. En ging dan een beetje tegen de coulissen leunen van... Daar begon zij met die hondjes. Nou, die hondjes deden saltootjes en die rockies. Goed, het was een beetje een lullig nummer. Iedereen keek naar Koos, die had me zonder van, wordt niks. Nou kwam het slot voor dat nummer en dat bleef ik... Als ze bijvoorbeeld het eind van de avond stonden in zo'n programma... dan bleef ik met Johnny wachten, want we wouden dat nummer zien. Maar het was iedere avond hetzelfde. Aan het eind moest Koos een hekje opbrengen. Laten we zeggen, dit is een hekje, hè? Dat was het slotnummer van de hondjes. Dus kwam Koos met een hekje op. Nou, was dat hekje zat zo in elkaar. Dat had een deurtje, een soort deurtje met een veertje. He? En er was hier een belletje. En nou, als dat hondje, zo'n poedeltje, dat op twee beentjes, liep dan door dat deurtje. En dan klapte dat deurtje dicht en hoorde je een belletje, dat was het, hè. Nou. Koos zet dat hekje neer. Nou, dan krijg je, hoe heet ze? Rika, Riki. Dat hondje stond heel nerveus voor dat hekje te hijgen, want die was bang voor dat hekje.
En dan jullie gaan... Through the gate, darling. Through the gate. Internationaal, hè? Through the gate. Amsterdamse accent. Through the gate. Hij ging niet door de gate. Wat deed Riekie nou? Ze gaf dat hondje een setje. Dus dat hondje flikkerde door de gate. Dat was naar het slotnummer. Applaus. En dan moest Koos... moest dat hekje opruimen. En dat ging als volgt. Ja, zo kan mijn reet het ook. Maar ja, fantastisch. Fantastisch. En dat mis ik. Dat mis ik. Ja, is jammer. Hè. Word je daar moe van, hè? Dat ben ik niet meer gewend. Ik kan me voorstellen dat u in al die jaren dat u met Johnny Kraaikamp hebt samengewerkt... leuke dingen hebt meegemaakt. Kunt u daar nog iets van vertellen? Ja, met Johnny is een heel boek, hè? Lijkt me ook wel, ja. Ik zou over Johnny een boek kunnen schrijven. Dat neem ik aan. Mijn Kraaikamp. Ja, Johnny blijft Johnny Kraaikamp. Hè? Je kan niet kwaad op hem worden. Je kan echt niet kwaad op hem worden. Ik weet nog goed, we begonnen met onze eerste weekendshows... En dan had je dus, dat was ook live in die tijd, live uitzendingen. En dan had je dus vanuit de Karsenboom in Hilversum, had je zo'n weekendshow. En dan had je dus repetitie de dag van tevoren. En de volgende dag had je nog een repetitie, generale repetitie, gekleed en geschminkt. En dan s'avonds werd dat uitgezonden. Maar dat was direct de uitzending. Nou, ik weet nog goed, een van onze eerste weekendshows. We repeteren, het ging fantastisch. Ger Luchtenburg had de regie, die was zeer tevreden. Jongens, dat wordt een knaller, dat wordt een uitzending. En de volgende dag kom ik in de Karsenboom. En, het is 10 uur pas, hoor. En de volgende dag kom ik in de Karsenboom. En Johnny is er niet. En we wachten een half uur. Nou, nog een uur gewacht. Waar is Johnny? Naar huis gebeld. Zijn vrouw. Johnny is vissen. Johnny is vissen? Ja, die is vissen met Cor Baan. Dat vind ik wens te plassen. Dat is een vriend van Cor Baan, een portier. Zei hij, We hebben generale repetitie vanavond, hebben we uitzending. Ja, hij is vissen. Moest ik een roeiboot huren, ik naar Vinkeveen, een roeiboot. Waar vist hij? Waar zit hij? Ik een roeiboot, roeien. Johnny! Johnny! Ja hoor, ja, hey Rijki! Hey Rijki? Hey, wat leuk, ben je ook een vissen? Zegt Johnny, we hebben uitzending. Wie? We hebben uitzending vanavond, direct uitzending, weekendshow. En nu zit de hele crew, de hele kamerploeg zit te wachten op jou in de kerstdag. Oh ja? Ja. Oh, dan ga ik mee. En hij ging niet mee, dan was iedereen kwaad op hem. Maar hij werkte dan zo fantastisch dat iedereen het was vergeten. Hè? Je kon niet kwaad op hem worden. Fantastisch. Ja, ik moest al eens zo om lachen. Johnny en u hebben ook in België gewerkt. Ja, dat is enig. In België werken, ja. Ja. Nou, succes... In België, je kan niet van succes praten. Maar het is, de Belgen zijn enige mensen. We gaan heel graag naar België. Onze eerste uitzending was voor de BRT in Brussel. En de man heeft gezegd, nou meneer de Gooier, hè. Het is zo, eerst een... er komt eerst een christelijke zangvereniging in. En dat zingt dan een paar liederen in. Een paar christelijke liederen in. En dan schurt het vandaan van heen, hè. Dat splijt van heen. En dan komt de gij, hè. En dan, oh, dan doet ik hem over het mag niet uit, hè. Ze, ja, maar luister, nou, we willen even repeteren. Wat zegt u? We willen even repeteren met het orkest. Ach, een orkest, dat hebben we niet. Ze, dat had ik wel opgegeven. Oscarpunt, er komt wel een orkest, hè. Nou, dan kwam een orkest. En die man kon geen noten lezen, de pianist. Dus wij moesten nog voorzingen. Ah, die man, oh, dat komt toch aan orde, hè. Ik zei, maar even repeteren. Ach, moet geen repeteren. Dan moet ik zo naar de hand slaan, hè. Allemaal geen punt. Die leven zo makkelijk. Goed. We denken, nou ja, God zegen de greep. Er zou publiek bij zijn in de studio. Als in de studio, er zou een volle zaal zijn. Het is absoluut volgeladen, hè. Het is uitverkocht. Dus we dachten, nou, dat lukt ons wel, hè. Nou, inderdaad, die christelijke zangvereniging begon. Is de opname begonnen. Het is een radio-uitzending. En er stond dan een dirigent. En die stond daar voor het doek. Voor die zangvereniging. En die begon al... Nieuwe stilte in. Ik geef 3 godsvers vanaf, hè?
Jodver. God verlos ons van het kwaad. Dat waren dus drie liedjes, drie christelijke liederen. En toen kwamen wij, Johnny en ik, en wij beginnen. En die zaal kijkt ons aan van... of we een andere planeet kwamen. En we werden een beetje nerveus, dus we gingen wat sneller werken. Hè? En ons nummer duurde normaal een half uur. Hè? Ons optreden was een half uur. Na een kwartier waren we uitgepraat, dus op. Gauw een liedje gezongen. Hè? Doodse stilte, Johnny ging op zijn hoofd staan in zijn ellende. En die deed zijn broek uit en die denkt dat motte lachje komt. Niks. Doodse stilte. En toen was het afgelopen. Toen kwam die man, allee, gezuid tekort, hè.